Peersman met de verre ingooi op de strafschopstip. Dit ziet er goed uit voor Heracles met de drie man voorin. Dit is Bruns en die kan wat. Bruns gaat hij zelf, dat doet hij niet. Dat had hij misschien beter wel kunnen doen, verdedigd door Andersson. En daar komt Cambuur goed weg. De omschakeling. Narsing. Bakker maakt ruimte. Ook Betsje, daar is Bakker. Narsing, supersnel, legt hem klaar. En daar is geen goal. De kans voor Rosheuvel, verdedigd door Drosten. Een spectaculair begin dus. Drosten. Bruns. Tanane. Linksvoeter, dus binnendoor. Probeert in schietpositie te komen. Dat lukt hem ook, en het is raak. Weer Tanane. Daar rekende Nienhuis niet op. Men had dus bij Cambuur achterin toch gewaarschuwd moeten zijn. Voor de schotkracht van Tanane. Oh, Nienhuis. Foutje. En nu Nienhuis. En is dit een penalty? Dit is een penalty. De overtreding van Peersman. Plus een gele kaart. Wat een ongelukkig begin voor Cambuur. Tanane concentreert zich voor de strafschop. En die gaat er feilloos in. 0-2. Het is zijn derde goal al dit seizoen. De man die vorig seizoen werd weggestuurd vanwege slecht gedrag. En nu dus plotseling de held is. Van der Laan mist. Is dit 3-0? Dit is 3-0. En het is weer Tanane. Dit is een onvervalste hattrick. 0-1, 0-2, 0-3. Tanane, Tanane, Tanane. De dekselse Tanane. Wat een rot begin voor onder meer Van der Laan. Overleg Henk de Jong en Sandor van der Heijden. Ja, wat te doen. Die kijken op papier, wat hebben we nog op de bank, wat kunnen we veranderen. Daar gaat Tanane weer, op weg naar. Ho, ho, ho. Bijna op weg naar zijn vierde. Tanane op weg naar. Tanane. Hoe is het mogelijk? Hij heeft er volgens mij een keer 5 gemaakt in 1 wedstrijd. Maar dit is echt ongelooflijk. Dit is een jongensverhaal. Hier zou je bijna een strip van maken. 3 man van Cambuur staan te kijken. Niemand doet wat. En Nienhuis is weer kansloos. Ja, dan gaan de eerste trouwe, zeer trouwe aanhangers van Cambuur alvast het stadion uit. Die gaan op weg naar de kroeg. Darrie. Darrie en de redding van Nienhuis. Barto en Overgoor lopen elkaar in de weg. En Weghorst op weg naar 0-5. Nog eens. Ja, daar is hij dan. En dan is het echt helemaal gedaan. Dit keer niet Tanane, maar Weghorst. Een dramatische avond voor Sportclub Cambuur. Dat al 7 duels op rij in de Eredivisie niet meer heeft gewonnen. En nu de 8e dus ook niet. In de rust was er nog heel even de hoop. We willen er toch nog iets van maken, anders kunnen we beter naar huis gaan. Maar nu is het dus een soort berusting. Het moet niet nog erger worden. Maar het wordt de 0-6. Nee, binnenkant paal, Bruns. En dan nog eens. Eén doelpuntje is Cambuur toch wel gegund, zou je zeggen. Narsing. Weggekopt, die bal door de Wierik. Ook Betje. Ja hoor, dan toch nog. De verdiende tegengoal van Ook Betje. Het werd tijd dat hij ook weer scoorde. Het is 1-5. Het is voor de statistieken. Maar ach, het is voor Cambuur aardig en voor hem
en voor de trouwe fans. Een mooie goal, dat wel. Gadon. Dan moet je er natuurlijk niet meteen weer één tegen krijgen. Zoals nu het geval is. Met Bruns. En dan is het 1-6. Oussama Tanane is de naam van deze wedstrijd. Nooit eerder verloor Cambuur van Heracles. Eens moet het de eerste keer zijn natuurlijk. Maar zo hard en zo genadeloos. Dat komt aan. Dat komt heel hard aan.